Een hele goede avond allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Yes, we gaan vandaag een korte TA-analyse doen. En ja, we zouden eigenlijk een livestream doen. Maar ik heb geen idee. Ik was in de file. Ik zal een stukje verantwoording afgeven. Ik was in de file en toen was ik pas om, wat was het, 7 thuis. Toen eigenlijk niets bewust gaan koken. Ja, dat moet toch gegeten worden eindelijk. Na 72 uur dus keek ik heel erg uit naar het eten. Ik ging lekker eten maken, lekker gegeten. En opeens was het gewoon 9:10. En ik dacht, what the fuck, ouwe. Dus de livestream heb ik zelf helemaal gemist. En het is me nog nooit, maar dan ook echt nog nooit gebeurd. Maar ik heb 72 uur gevast. Dus ik keek gewoon heel erg uit naar het koken en eten en in combinatie met de files en ja, mijn gedachten zaten er gewoon helemaal niet bij. Ik weet niet waarom, terwijl ik vanochtend nog zo gefocust was. Ik was in ieder geval heel vroeg uit, vanaf 5 uur was ik al aan het charten, vanochtend 5 uur. Dus ik denk dat het daar allemaal mee te maken heb. Maar in ieder geval, ik dacht dan ga ik toch nog maar even een TA-sessie doen. Goed, laten we niet lang wachten, laten we lekker gaan beginnen jongens. Zo, aangekomen bij de charts en Bitcoin heeft dus ja inderdaad een drop laten zien vanmiddag. En dit is best een agressieve drop. Wat ik nu heb uitgetekend had ik ook in het Discord Premium kanaal gedeeld. Overigens, overmorgen ben ik jarig. De actie voor 30% korting op de hele website is niet lang meer geldig. Dus ja, wil je Discord lid worden? Of wil je VIP-lid worden? Deze week is nog je kans om alles te scoren met korting. Ook de cursussen, noem het maar op. Dus mocht je daar nog behoefte aan hebben, zou ik zeggen, dan is dit in ieder geval je kans. Maar voor nu, Bitcoin heeft een hele agressieve drop laten zien. Op basis van dat we hier een ABC hebben, zou ik zeggen, dit is een 1, 2, dit is een 3, dit is een 4. Nu heb je ze 5 gemaakt en zou je dus theoretisch kunnen zeggen dat het hier klaar is op zijn 1, 2, 3, 6. Dus ik zoek ergens naar een bodemvorming. Nou, op het 2 uur tijdframe bullish divergentie mogelijk. 1 uur tijdframe bullish divergentie mogelijk. Maar ook op Ethereum hebben wij hier even kijken. 1, 2, 3 drive op de 2 uur. En ook hier 1, 2, 3, 4, zelfs een 4 drive op het 1 uur tijdframe bij Ethereum. Dus ja, ik vermoed wel dat hier een bodemvorming gaande is. Vooral gezien de drijfjes, bullish divergenties. En ik verwacht dan ook voor nu een short-term bodemvorming ergens hier in de range tussen 26,4 en 26,7 daarin een bodemvorming. En wellicht zullen we ook weer een ABC omhoog kunnen gaan krijgen richting de 27.400. Maar ik ga even één ding checken. En dat is het volgende. Als we hier een Fibonacci level op doen. De Golden Pocket ligt op 27.577. Ja, wat ik voor nu als plan heb. Kijk, we hadden dus een ABC-beweging hierheen. Theoretisch gezien zou hier een bodem kunnen zijn. Dit, gewoon de bodem. Alleen, ik kijk eigenlijk nog wel naar één zone lager. En dat is gewoon echt de 26.000. Alleen dat verwacht ik nu niet. Ik verwacht dat we ergens uiteindelijk daar wel zullen aankomen rond die 26.000. Alleen hoe ik hem nu zie is eigenlijk het volgende. Dat we hier ook weer een ABC omhoog gaan maken. Ja, richting de 27.500 als eerste range. We kunnen hem beter eigenlijk zo doen. We hebben hier dan een 1, 2, 3, 4, 5 richting de 27.500. ABC down en dan 1, 2, 3, 4, 5. Ook weer een zigzag omhoog. En dan vanaf hier uiteindelijk een impuls naar beneden op deze manier. Dat is waar ik voor nu naar kijk. Dus dit is letterlijk mijn Bitcoin short-term plan. Dat betekent wel dat er zeker nog een mogelijkheid is om weer in de zone te komen van de 27.300. Want je zou zeggen, oké, dit is nu je weerstand. Maar we hebben het in het verleden heel vaak gezien dat hij dan gewoon weer terug in de range komt om liquiditeit op te halen. Want iedereen is hier op short gegaan, dus heel veel shorters zijn hier ook ingestapt. Dat betekent dat die eerst nog even geliquideerd moeten worden of gestophund worden
voordat we vermoedelijk verder gaan corrigeren. En daardoor is dus mijn hoofdplan dus nu letterlijk een A, B, C op deze manier. Is dan ook waar ik naar kijk voor Bitcoin. En eensgelijks natuurlijk met Ethereum. Goed, kort en krachtige analyse. Dat is wat we vanavond hebben besproken. Mocht je het leuk en interessant vinden, duimpje omhoog. En ik zou zeggen, profiteer van de laatste kortingen deze week. Enjoy it. En tot in de volgende video. Ciao. Ciao.